Hallo, je luistert naar Lijn 150, de podcast van de MIVB. Lijn 150 is een speciale lijn, bedacht door de MIVB om de 150ste verjaardag van de Brusselse tram te vieren. Via verhalen en anekdotes neemt deze podcast je mee op reis met de tram. Van de Belle Époque naar de toekomst van ons net. Luister voor je eigen veiligheid niet naar deze podcast tijdens het rijden. Veel luisterplezier met de MIVB. Aflevering 4. De tram. Levendiger dan ooit. In België kan je de jaren 70 vergelijken met de periode na de Tweede Wereldoorlog. Een periode van volle ontwikkeling. En toch. 1973, midden in de oliecrisis, verbiedt de overheid het gebruik van de wagen op zondag. De sociaal-economische situatie is gespannen. De uitbating van de pre-metro, het jonge ondergrondse net van Brussel, kost veel geld. Maar de modernisering wacht niet. De geleden motorrijtuigen van type 7500 en de bidirectionele voertuigen van type 7800 rijden hun eerste kilometers. En vanaf 1972 verschijnen 480 nieuwe bussen op het net. In datzelfde jaar wordt trouwens de stelplaats Delta gebouwd. De MIVB investeert, maar moet tegelijk ook besparen. Ze installeert meerdere ontwaarders aan boord van haar bussen en trams, terwijl buiten de eerste verkooppunten opduiken. Technologie vervangt menselijk contact. De laatste ontvangers van de MIVB gaan in 1978 met pensioen. De werken aan de metro zijn dan allang begonnen. Op 20 september 1976 wijdt Brussel de metro in. Hij telt 11 kilometer sporen, waarvan een gemeenschappelijk deel tussen de stations de Broekeire en Merode. De metro bedient de wijken in het zuidoosten en noordoosten van de stad. De metrovloot telt 45 dubbele stellen, die nieuwe reizigers verleiden. Begin jaren 80 boomt de metro. Er komen een tiental nieuwe stations bij en het metronet breidt verder uit. Maar 1983 is een zwart jaar voor de MIVB. De overheid legt immers zware besparingen op en een saneringsplan van 5 jaar. Er zijn geen taboes. Zelfs de volledige afschaffing van het Brusselse tramnet wordt overwogen. Gelukkig blijft het bij een inkrimping van 150 naar 134 kilometer sporen. De tram verdwijnt dus niet, maar is ook niet helemaal gered. Het pre-metrostation Louisa wordt in 1985 ingewijd en wordt met de geboorte van lijn 2 in 1988 een volwaardig metrostation. Dat is ook het geval voor alle andere pre-metrostations, tot Rogier. Dit decennium, misschien wel het moeilijkste uit de geschiedenis van de Brusselse tram, eindigt met een institutionele hervorming die de voogdij over het openbaar vervoer toevertrouwt aan de drie gewesten. Het Brussels hoofdstedelijk gewest krijgt nu de volledige vrijheid om het stedelijk openbaar vervoer op haar grondgebied te organiseren. En dat zorgt voor verandering. De MIVB tekent haar eerste beheerscontract met het gewest in 1991. Dit contract legt de rechten en plichten van beide partijen vast voor een betere mobiliteit in Brussel. Het begrip klant treedt meer en meer op de voorgrond. De visuele identiteit van de MIVB wordt opgefrist. De voertuigen krijgen voortaan een lichtgele kleur. Er komt ook een nieuw logo, een blauwe rechthoek met rood punt en de letters MIVB in een hoek van precies 12,5 graad, de hoek van een loper in volle actie. Dat moet een indruk aan beweging geven. Maar nog belangrijker, na een moeilijk decennium investeert de MIVB opnieuw in haar infrastructuur en materieel. In 1994, precies 100 jaar na de introductie van de eerste elektrische tram, ontvangt de MIVB een futuristische tram, de T2000. De T2000 is een revolutie. De tram heeft een lage vloer en de deuropeningen zijn breder. Het comfort voor de reizigers is in niets te vergelijken met dat van zijn voorgangers. Van dan af schenkt de MIVB ook veel aandacht aan de ecologische impact. De tram, aangedreven door elektriciteit, stoot geen vervuilende stoffen uit. De tram heeft dus een mooie toekomst voor zich. Brussel moet vergroenen en zal blijven investeren. 12 jaar later begint de Brusselse tram aan een nieuw hoofdstuk. Er is een nieuwe generatie van tramsopkomst.
Het begint bij de levering van T3000. Hij meet 32 meter en heeft een grote capaciteit. Zijn stijlvol Art Nouveau design is van de hand van de Antwerpse ontwerper Axel Enthoven. Het comfort van de T3000 is uniek. Een volledig lage vloer en brede deuren zorgen voor makkelijk in- en uitstappen. De Brusselaars krijgen hun trams vanaf nu te zien in nieuwe kleuren. Geel en blauw maken plaats voor zilver en brons, gecombineerd met goud en leder. Hoewel de PCC's, T2000 en T3000 al het net delen, is er toch nog plaats voor een nieuw type tram, de T4000. Hij komt in 2006 toe in de MIVB stijlplaat. De nieuwkomer is nog langer, 43 meter of 11 meter langer dan een T3000 en hij kan tot 258 passagiers vervoeren. En wat intussen met het net? Lijn 94 wordt verlengd tot Herman de Broe, voor een vlotte overstap op de metro. In 2008 bestelt de MIVB nog eens 102 lage vloertrams, de grootste bestelling ooit. En dat komt goed uit, want kronenlijnen 3 en 4 verzorgen nu de Noord-Zuidverbinding. De lijnen bieden een grote capaciteit, regelmaat en frequentie vergelijkbaar met de metro. De MIVB breidt haar net verder uit. De nieuwe tramlijn 62 verbindt Haren met Schaarbeek. En ook lijn 93 ziet het levenslicht en rijdt voor een stuk op het traject van lijn 94. Komen hoge frequenties. Je kan er trouwens ook de Tram Experience zien rijden. Een oude tram die een culinaire uitstap biedt met zicht op de Brusselse straten. Het is de tram met de meeste Michelinsterren, getest en goedgekeurd. Niet veel later, op 1 september 2018, legt de MIVB de sporen van de nieuwe lijn 9, die de Heizelvlakte verbindt met metrostation Simonis. En wie rijdt als eerste met de tram? Koning Filip natuurlijk. Er is ook nieuws voor lijn 94. Ze gaat voortaan als lijn 8 door het leven. De lijn krijgt er 4 haltes bij, vanaf het Trammuseum tot Rodebeek, en is nu 2 kilometer langer. En wat met de toekomst? Er komt een nieuwe tramlijn naar Neder-Overheembeek en een tussen Tour en Taxi en het Noordstation. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele verlengingen van lijnen. Wat moeten we nu onthouden van 150 jaar tram? Onmogelijk om alles te vernoemen. Zo rijk is de geschiedenis van de Brusselse tram aan anekdotes en verhalen. Vandaag rijden elke dag meer dan 300 trams op het MIVB-net. Deze manier van verplaatsen heeft zich in de loop der jaren kunnen aanpassen en is uitgegroeid tot een modern en betrouwbaar vervoermiddel. Een atypische en zeer zichtbare manier van transport die heel wat grote Europese steden ons benijden. Iets dat ook veel interesse opwekt. Hoeveel mensen beslissen er elk jaar niet om bij de MIVB te leren deze trams te besturen? Het staat vast, de tram is goed vertrokken voor nog eens 150 jaar. De nieuwe tram New Generation of TNG staat ongeduldig te trappelen achter de schermen. Vanaf 2020 verschijnt hij in het Brusselse straatbeeld, tot groot geleid van zijn bestuurders en toekomstige passagiers. Een nieuwe tram om de 150ste verjaardag te vieren, als dat niet het mooist mogelijke cadeau is. Gelukkige verjaardag, beste tram! Je luisterde naar lijn 150. We hopen dat je van deze aflevering hebt genoten. De informatie en de gebeurtenissen uit deze podcast staan opgetekend in een bijzonder interessant naslagwerk. Brussels, A Tramway Reborn, 1945-2008, door Geoffrey Skelsey en Yves-Laurent Hansard, uitgegeven door de Light Rail Transit Association. We zijn de auteurs bijzonder dankbaar. Zonder hen hadden we deze podcast nooit kunnen opnemen. Neem gerust een abonnement op Lijn 150 via je favoriete podcast-app. Of aarzel niet ons 5 sterren te geven en een beoordeling achter te laten als je luistert via Apple Podcast. Zo krijgt deze podcast een betere score en extra aandacht. Tot hoors op Lijn 150.